Het grote Noah's Ark demo beoordeel spektakel. We zijn terug met aflevering 4 van seizoen 2. En we hebben een hele bijzondere. En natuurlijk hebben we vandaag Mo Fouradi hier weer zitten. Maar ik ga de introductie oppakken deze keer. Ja, jij mag mijn intro. Wij dachten toen we deze aflevering gingen maken, wat is beter dan één Fouradi? En het antwoord is 2 Fouradis. Opa. Dus wij hebben vandaag Brahim Fouradi. Ja, welkom dankjewel. Bij ons in het grote Noah's Ark demo beoordeel spektakel. Brahim is Head of A&R bij Universal Records. Maar jij bent ook schrijver van een heleboel songs die mensen kunnen kennen. Je schrijft voor Zoe Taran, je schrijft voor Bilal Wahib, Christos Amsterdam. Een heleboel liedjes die mensen waarschijnlijk luisteren, heb jij geschreven. Maar je hebt zelf ook muziek gemaakt, heel lang, met je broer. Ja. Als jij een demo luistert en je mag één ding kiezen waarvan je zegt van dat maakt voor mij dan een goede demo, wat is dat ene ding? Herkenbaarheid. Ik vind herkenbaarheid in muziek heel belangrijk. Ik vind dat als dat het niet heeft, dan vergeet je iets heel snel ook ofzo. Mm-hmm. Herkenbaarheid in de tekst? In tekst, in melodie, stemgeluid, kan van alles zijn in de beat. Wat pak je als eerst? Moeilijk, dat is op elke track anders man. Soms is het iemand die fucking goed kan zingen en echt een, hoe noem je dat? Distinctive stemgeluid heeft. Hoe? Wat is distinctief? Onderscheiden stemgeluid heeft. Volgens mij is distinctief zelfs een Nederlands woord. Zo laat ik elk seizoen in ieder geval één mooi Nederlands woord distinctief. Inderdaad, Roderick. Ja, dat eigenlijk. Maar of stemgeluid of gewoon tekst of iets waarvan ik... Er zijn wel eens songs die ik hoor en ik van fucking hell man, dat is goed bedacht. Wat is een pokoe die recentelijk is uitgekomen die jij niet hebt geschreven? Waarvan je dacht van had ik dit maar geschreven? Die Rescue Me van Drake, die laat volgens mij de laatste. Mm. Dat vind ik echt wel... maar alles van Drake, bro. Susanne Drake. Drake. We zeiden al, Zoe Taran, je schrijft ook voor dames. Mm-hmm. Even geleden had ik je appje gestuurd. Van, waarom schrijf je altijd over dingen die je eigenlijk zelf niet doet meemaakt? Ja. Moet je echt naar een hele bijzondere plek om dat te kunnen doen? Of hoe werkt dat? Nou, ik denk dat het gewoon mezelf verplaatsen in die persoon is. En wat diegene meemaakt, of wat de doelgroep is, denk dat meer man. En het is gewoon, als ik naar de studio ga meestal, het is niet dat ik heel veel tijd heb in de studio inga van oh, laten we wat creëren vandaag en kijken aan wie we het gaan pitchen. Ja. Snap je, die tijd is er gewoon niet. Het is heel doelgericht. Ja, dus. Snap je. Ja. Zoals Mo appt, hey, we moeten echt aan de slag voor Bilal. Dan gaan we echt gericht de studio in van oké. We gaan beginnen aan singles, we willen een paar goede singles hebben. Is het ook wel eens zo dat je iets schrijft en dat je het af hebt en dat je denkt, nu ga ik het naar, dit is voor diegene? Of nee, het is wel eens voorgekomen dat ik iets heb geschreven. Dat ik denk van, oh, dat is zoals 501. Had ik eigenlijk gepitcht aan Frenna. Toen dacht ik later, oh ja, tuurlijk, Frenna gaat dit never zingen. Hier op de streets is een murder, honey. Mannen gaan kapot, dat een burning money. Ze weet wat ze doet, ja, ik lurk die body. Bra, 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 murder, ik zag alleen die 501. Ik dacht alleen maar, ah, that's pain. Misschien ben ik nu onbeleefd. Zat je, ik wil root met mijn root. Ik heb wel naam gestuurd als hard. En toen is het uiteindelijk bij Bilal terechtgekomen. Dus het komt vaker voor dat ik songs schrijf. Gebruik me, Zoe, was heel anders hoor. Die teksten die tussenin zitten waren niet zomaar gebruik me. Was eigenlijk een ideetje wat ik voor Steen had. Oh, gek. Ik weet niet of ze dat ooit zou gebruiken, maar het was wel voor Steen. Ik ga je wel heel eerlijk zeggen, Bra, je weet hoe goed ik kan lezen. We hebben jarenlang hebben we samen dingen lekker gepresenteerd en zo. Nee, maar. Oh. Maar, moet ik het doen anders? De eerste, nee, dit is gewoon, dit hier gaat Vincent de hele dag lekker op. Gewoon, ja, snap je? Dit vind ik gewoon zijn. Dit is Milad in ieder geval de eerste, jongens, naar wie we gaan luisteren. Hij is 22 jaar, woont in Haarlem. 2014 is hij voor het eerst naar de studio geweest. En daar is zijn passie eigenlijk begonnen voor muziek. In 2016 heeft hij een featuring geleverd op een track die inmiddels 4,1 miljoen streams heeft behaald op Spotify. En hier heeft hij nog een aantal featurings gedaan die ook miljoen streams hebben gehaald. Ik ben heel benieuwd, hij legt de lat wel hoog. Snap je? Als je nu al miljoenen hebt, veel snap je? Dan ben ik echt benieuwd naar je demo die je hebt gestuurd. We gaan trouwens een filmpje kijken, Bra. We gaan de cijfers geven, dan leveren we die in en aan het einde is er een winnaar. Oké. En wat krijgt de winnaar? De winnaar gaat naar de finale. Gaat met jou studio in. En de winnaar in de finale die gaat de studio in met Brahim en Carlo. Ja. Let's get it. Oh, Waggy, dat is altijd goed. Luister, als deze Waggy-inzending beter is dan die van Moje, dan hebben we sowieso een winnaar. Ja, 100. Only one, jij bent mijn only one. Jij hebt een plek in mijn hart. Schat, laat niet los, laat niet gaan. Only one, jij bent mijn only one. Jij hebt een plek in mijn hart. Schat, laat niet los, laat niet gaan. Laat niet gaan.
altijd verlegen. Wou ik met je praten, wou je niet eens met me spreken. Geef je ooit je hart, dan zou ik niet meer mee gaan spelen. Ik heb zoveel liefde die ik met je kan gaan delen. Ik heb die love voor jou, laat die niet los voor een ander nou. Had niet gedacht dat ik val voor jou. Mami, jij hebt me veranderd nou, je verandert nou. Lief. Is wel een nade voor zijn wifey, denk ja, ik. Ja, zeker. En ja. Ook, ik vind ook de visuals wel leuk. Dit hebben we nog niet gezien. Nee. Hij heeft eigenlijk gewoon een soort collagetje gemaakt bij het liedje. Ja, kan precies. Ik wel waarderen. Ja, ja, het is tof of zo. Het is niet per se super origineel natuurlijk. Het is niet iets wat ik niet eerder heb gehoord. Het is niet dat ik denk van, oei. Maar zit er iets herkenbaars in als je zei van dat ja, was het? Ja, tuurlijk. Er zit een super herkenbare refreintje in. Ik bedoel, zijn hele verse is een soort hoek, maar dat is ook gewoon super melodieus. Dus dat is... Dat is nice of zo. Kan ik gewoon dieper op je mag ja, diep gaan, je mag zo. Ja, alleen het refreintje, zeg maar, is het telkens. Het, je weet, hij gaat niet even weg en dan gaat hij weer terug. De hele tijd. Dat zeg maar de hele tijd. Wat zou jij hebben gedaan met de melodie? Ja. Only one, jij bent only one. En dan helemaal weg. En als ik dit zie. Ja, 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 ja. Meer variatie gewoon in de melodie. Ja, precies. Wat levert dat op? In muziektermen? Gewoon een beetje een nieuwe dimensie. Ja, dat het weer eventjes weggaat naar een nieuwe hoek en dan weer teruggaat, weet je wel? Dynamiek. Ja. Zijn er vooruit iets uitgelijnd met dit 100. Antwoord? Het is niet dat ik zeg van, je zit geen potentie in of zo. Nee. Je hoort wel dat hij gewoon kan schrijven. Ja. Wat we heel vaak zeggen, zeiden we bij de vorige afleveringen ook een aantal keer, dat mensen echt veel meer tijd moeten steken in niet alleen tekst, ook tekst, maar voornamelijk ook in melodie. Bestudeer muziek ook. Kijk naar wat zijn de allerbeste songwriters die er ooit zijn geweest, de artiesten die er ooit zijn geweest. Wat maakte wat zij deden zo goed? Net voordat wij begonnen, Mo zette jij nog een Michael Jackson liedje aan. Dat liedje zou nu nooit meer halen, want het had een intro van 50 seconden, zeg maar. Ja. Maar je haalt er wel uit hoe dynamisch zo'n liedje is, toch? Hoeveel inderdaad dimensies het heeft, hoeveel lagen. Van, exact. Dat is ook in dit genre iets waar je naar op zoek moet. Ja, dat hoor ik wel ook. Zeg maar, als mensen mijn muziek sturen, je hoort zo vaak, zeg maar, afgeleid van die aan die artiest. Is creativiteit iets wat onuitputtelijk is? Nee, man. Ik denk het niet. Ik zit vaak genoeg in de studio. Ja, ik zeg je eerlijk, man. Dat je even vastloopt. Ja, toch. Vooral als je veel sessies hebt gedaan, dat je denkt van, als ik telkens naar dezelfde studio ga, op een gegeven moment, vind ik het wel lekker om even een week in Marokko te schrijven. Ja, ja, ja. Snap je? Verandering van spijs doet eten. Wat je niet moet onderschatten is, iedere schrijver, iedere artiest is in verschillende omstandigheden op haar of zijn gemak. En dat is belangrijk, maar als je weer te gemakkelijk wordt, moet je daar weer mee breken. Ik wil trouwens een shout-out geven naar Milad voordat hij eigenlijk een hele lieve pokoe maakt over zijn vrouw, neem ik aan. Zeg maar, er zijn veel vrouwen die liedjes maken over hun partner. Dat gewoon is eigenlijk een liefdesbetuiging, maar het lijkt alsof dat voor mannen wat minder makkelijk werkt als onderwerp. En dat het voor mannen wat meer is van ofwel de vluchtige liefde, hè, ofwel je hebt me genakt-achtig. Ja. Trouwens, voor vrouwen is dat ook nog steeds wel een favoriet onderwerp. Maar mag je ode aan, zeg nee, maar. De ode aan de ander, zeg maar, lijkt ook een beetje van vervlogen tijden, weet je wel? Van de jaren 80, zeg maar. Ik dacht daar laatst aan, man. Ik dacht, er zijn eigenlijk niet veel love songs vanuit jongens die braaf zijn, snap je? Ik dacht laatst aan Bilal, ik dacht van dat is misschien wel, je weet toch? Ja. Dat is misschien wel in zijn specifieke geval maakt het ook sens, toch? Ja, want precies. Van, dat is, hij is met iemand. Maar je weet, jongens willen snel stoer doen, toch? Ja. Heb ik helemaal niet, maar let's go, joh. Het grote Noah's Ark. Mooie logo, man. Echt, hè? Dat zei ik ook toen, Pat. Ik vind het op een logo lijken van de Mega Blubber Power Race. Ja. Wist je dat Mo mee heeft gedaan met de Mega Blubber Power Race? Ja, dat zie ik ook helemaal niet. Ken je nog? Hardy is de schip van elke cowboy. Hardy is de allerwildste hens. Patrick, weet je wie dat zingt? Waylon. Oh, dat wist ik wel. Waylon? Ja, ik wist het wel, Waylon, maar het is alleen maar omdat iemand me dat verteld heeft. Volgende pokken. Oh, hij heet Noah, maar hij noemt zichzelf NTT. Ja. Gaan we een gokje wagen weer? Doe maar, man. Noah's... Niet te tof. Niet te tof? Ja, nooit takkie-takkie. Nooit takkie-takkie. Nefertiti. Nefertiti, dat dacht ik wel als allereerst zeggen. Ja, tuurlijk. Hij is 20 jaar, hij komt uit Den Haag. Hij is er geboren en getogen. Hij maakte muziek als grap aanvankelijk, maar ontdekte snel dat hij het superleuk vond. En als hij in de studio is, dan voelt dat net als therapie. Oké. En let's go. Ik heb je mama, mij lijkt door de taal.
fuck I Living fly, that is no lie. Nah, ha, ha. Je bent de baddest, spring naar baddest. Je weet dat ik van naar de herfst val. Je moet een show mijn lijf gezien. Zag me meteen weer special. Was het op af, no tijd en niet. Maar baby, met jou, ja, ik zet op. Baby, cause you rock my world. Dus ik breng over grenzen. Je bent de baddest, spring naar baddest. Je weet dat ik van naar de herfst val. Je moet een show mijn lijf gezien. Zag me meteen weer special. Was het op af, no tijd en niet. Maar baby, met jou, ja, ik zet op. Baby, cause you rock my world. Dus ik breng over. Ik moest de hele tijd aan iemand denken, man. Ja, hè? Jij weet wie, hè? Ik denk wel dat ik weet. Gaan we het tegelijkertijd zeggen? 3, 2, 1, zo. Liefs. Oef. Maar precies dat is niet waar beter ik dan... Nee, dat is ja. precies dan waar ja. ik kom. Dat ja. ik denk van, ja, weet toch, dit is al iets wat we kennen en wat we... Ja. En wat we inderdaad, zowel wat Liefs eventueel zou kunnen doen, wat Wally ja. misschien heeft gedaan in het verleden en Sor eventueel zou kunnen doen. En dan denk ik, heb ik zoiets van, dit is er al. Dit bestaat al, het is te generiek. Maar ja, ik denk zeker wel dat je muziek kan maken. Teksten vond ik ook wel iets te generiek om het ja, zo... Ja, van het herfst. Ja. Ik vind het wel hard eigenlijk. Ja, oké. Okay. Dat is het enige wat eruit sprong. Ik spring in de talenten. Cijfers? Hey. Heb je al gecijfereerd? Weet je ook jammer fit? We zien gewoon een studio eigenlijk alleen en neonlichten. Ja. Ik weet dat jij heel lekker gaat op neonlichten. Mm-hmm. Ga je nu al gewoon uit beeld ook gewoon tijdens de opname? Vind je neonlichten leuk? Ja, hoe belangrijk... hoe belangrijk is een gezicht in deze tijd? Kun je een hit maken zonder dat iemand per se bekend is? Ja, zeker. Vooral deze tijd. Man. Ja? Nu meer Tuurlijk. Dan vroeger? Ja, vroeger moest je een videoclip hebben, mm-hmm. toch? Nu maakt het echt niet uit hoor. Of je een videoclip hebt of niet. Ja, tuurlijk moet je wel content hebben, gewoon whatever voor je socials. En, althans, ik vind het belangrijk dat je wel gewoon te zien bent. Maar ik denk niet dat als je niet te zien bent, dat het geen hit kan worden. Ja. Dat geloof ik niet. Weet je hoe James Hype eruit ziet? Nee. Ferrari, ken je die song? Ja. Oh, zo. Ben ik er even ingetuind? Nee, Fairpoint. Weet je hoe Daft Punk eruit ziet? Ik wist dat je dat zou zeggen. Ja, wel. Ah, oké, okay, lekkere flex. Heb je ze ontmoet? Heb je salade met ze gegeten in L.A.? Nee man, jawel salade, maar quinoa salade. Is dat salade? Ja, dat is wel salade, ik weet niet. wel vezels. Of quinoa, zie je? Ik ga even testen, maar je zei niks. Eigenlijk is quinoa. Dus, let's go, ja. We gaan naar de volgende jongens. Marshmallow ook, by the way. Ja? Bra, wil jij die heeft ontmoet, hè? Maar die heeft Gianni ook ontmoet, dus dat betekent niks. Maar met masker of zonder masker? Hij heeft hem zonder ontmoet. Echt? Ja, okay, man. Dan. In de studio. In de studio? Ja, oh nee, man. Ik ken zijn private suite, man. Van het hotel. Het was meet and greet. Brian, de volgende, okay, man. Die mag jij doen, man. Oké, dan Mila Maria. Leeftijd 20 jaar. Ze woont in Amsterdam. Ze maakt sinds 3 jaar echt haar eigen nummers. En heeft nu haar eigen sound ontwikkeld. Ze maakt verschillende genres zoals R&B, trap, reggaeton, UK garage en house all around us. Ja. Ze zit sinds een jaar op de Herman Brood Academie. En we gaan nu kijken en luisteren. Ik vind Mila Maria een goede naam. Mila Maria is een goede naam. Een naam is wel belangrijk, toch? Let je daarop? Nee, ik niet. Vertel wel gelijk een verhaal of zo, toch? Ik zou het wel veranderen als ik denk van oké, maar dit kan echt niet. Ja. Maar nee. Soms dan hoor je gewoon een naam en denk je van oké, dan is bijvoorbeeld dan aan het begin denk je, ik weet het niet met deze naam. Heel veel mensen met wie wij werken eigenlijk zijn gewoon voornamen of hun volledige namen. Ja. Behalve, ja. Lijpen ook bijvoorbeeld. Lijpen niet. Hoe heet Lijpen dan? Lijpen. Ah ja, man. Volgens mij weten heel weinig mensen hoe Lijpen heet. Let's go. Soms wordt het eventjes te veel. Hij kijkt me aan en zegt ik weet niet wat ik wil. Soms wordt het eventjes te veel. Geef me ruimte. Ik wil nog niets besluiten. Moeite met mezelf en moeite met relaties. Want ik loop het niet snel, ik kan niet van confrontaties. Stop alles weg, daarom heb ik veel frustratie. Moet het loslaten, maar het gaat niet. Ik kan. Heb te veel in mijn mind, maar te weinig tijd. Wat is nou belangrijk? Heb veel doelen gesteld, maar ik twijfel, haal ik ze wel. En ik kan. Zweef vaak weg, want ik weet niet meer wat ik doe. Ik ben elke dag moe, maar Hard. Ja man, dit vind ik nou origineel. Ja. Iemand die effort erin stopt en tijd even heeft genomen om een goede demo op te sturen, nagedacht over de visuals. Beat nice, stem nice. Enige waar ik misschien een klein beetje overheen val, maar dat is denk ik gewoon de stijl en een smaakding. Is dat ik in de verses misschien te veel woorden, te veel tekst vond, te veel informatie ofzo. Ik weet niks meer in ieder geval. Nee, te veel informatie. Ja. En met te veel informatie is niet alleen
letterlijk inhoudelijk, maar ook te veel muzikale informatie. Ja. Er gebeurt te veel. Juist, dat zou ik misschien even iets meer polijsten en terugbrengen. Maar voor de rest echt een toffe demo, man. Ja, en ik denk dat ze ook op de goede plek zit. Als ze nu op de Herman Brood Academie zit, dan denk ik dat ze precies op de goede plek zit om zichzelf daar verder te ontwikkelen. Ja, 100%. Het enige wat ik nog weet is die... Dat was eigenlijk het sterkste. Ja, die beat is veel te snel voor wat ze doet, zeg maar. Voor de rest gewoon hard, man. Ja, er zit wel potentie in. Okay. Hoorde je één herkenbaarheid erin? Althans, één ding wat misschien onbewust of bewust van een andere song. Ah. Melody. Die melody. Zit er één keer... Deze later... Zesje. Ja. Ga je cijfers geven? Samen. Oké, okay. We gaan naar de volgende, man. We gaan naar de vierde demo en de demo komt van Demur. Groningen. Hij heet Ruben en zijn artiestennaam is Demur. Hij is een aantal jaar bezig en heeft een aantal dope samenwerkingen mogen doen. Ik ben benieuwd met wie. Zal het met Kraan? Weet je nog dat wij Kraan... Weet je nog de allereerste keer hoe wij Kraan hebben ontmoet? Ooit een keer bij een optreden ook tijdens ergens in Groningen. Dat was leuk. Hoe zijn jullie begonnen met muziek maken? Ik doe een workshop van een vriend. Jij deed mee? Ja, van Deems. Ken je Deems nog? Ja, zie je. Charlotte Deems. Hij gaf een rap workshop. Georganiseerd door een vriend van mij die bij mij in de klas zat. Hij liep stage bij Melkweg en mocht zeg maar een soort rap workshop met optreden. En had geen mensen die meededen. Dus hij zei tegen mij, ja, jij hebt aandacht voor muziek, kom jij meedoen. Ging meedoen met een vriend van mij. Workshop gedaan, moesten we die avond optreden. Die vriend van mij die was weggegaan. Had ik Mo gebeld, kom het refreintje zingen. En toen kwam Mo, gingen we die avond optreden in Melkweg voor al onze vrienden. En toen is het duo voor de radio ontstaan. Kijk. En hoeveel tijd zat er tussen dat en dat jullie echt de release deden? Ik denk 6 maanden of zo. Ja, toch? Ik dacht een jaartje, anderhalf voordat één ding uitkwam of zo. Oh ja, maar eerst deden we een hele soort straatremix-achtig dingetje hadden we gedaan. Ja. Wel snel. Ik weet nog toen we top 40 kwamen met de eerste single. We moeten vieren, staat top 40, moeten we uiteten. Vriend, waar heb je het over? Ik wist wat top 40 was. Ben je gek gaan voetballen, vriend? Ik ga niet eten omdat ik in de... Gek. Ja. Allright, Demur. Is deze liefde een tijdbom? Die niet ontploft als het zo moet zijn. Voel me machteloos. Soms ben je nachtreboos. Maar op een dag is die tijd om. Is deze liefde een tijdbom? Tijdbom. 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 Al wil ik dit wel. Ik kan niet met je zijn. Ik hoop alleen niet dat de liefde verdwijnt tussen ons. Ik weet je zit nu alleen thuis met mij. Ik probeer de vrede te bewaren. Baby veeg je tranen, want er komen better days. Maar ik weet. Gek. Had niemand zag aankomen. Ik dacht, gaat rappen. Ja, en vooral dat hij begon zoals hij begon is één ding. Ja. Maar dat hij op een gegeven moment kwam. Dat had niemand aan zien komen. Een soort van adlibjes, inderdaad, klopt. Vond goed gezongen, slecht geschreven. Ik ook. In de samenvatting. Ja. Hebben we er een refreintje gehoord? Entertainen aan de tijdbom. Ja, kijk, tof concept. Snap je van, oké, de liefde is net als een tijdbom of iets dergelijks. Dat concept kun je zoveel toffe dingen zeg maar aanhangen. Ja. De tijd die tikt of het loopt af of whatever of zo. Ja, exactly. Je kan zoveel dingen eraan hangen om toffe dingen te kunnen zeggen en conceptueel te blijven. En dat is wat ik zeg maar mis bij dit liedje. Ja, lyrics. Het enige wat ik me kan herinneren van het refrein is dat die heel vaak tijdbom zijn. Maar ik weet niet meer precies wat hij daar dan... over zijn. Een goed voorbeeld van zo'n soort track, wat ik dan bedoel, is bijvoorbeeld Drijfzand van Brees, geschreven door Giorgio Tuinfort. Volgens mij, ja toch, Giorgio Tuinfort? Drijfzand. Ja, Giorgio Tuinfort, Tuinfort 100% zeker. Dat liedje, zo conceptueel tof geschreven, dat je Drijfzand als onderwerp neemt, waar je zoveel dingen aan kan gaan. Zo'n liedje als dit, of concept als dit, dat leent zich heel erg daarvoor. Dus ik zou helemaal tip geven, check zulke tracks, om daarvan zeg maar te leren om bepaalde metaforen te kunnen gebruiken, ook gewoon in die lyrics. Maar voor de rest, de melodie was niet zo heel erg slecht. En misschien hier en daar iets spannender kan. Ik denk dat hij ook wel aardig kan zingen. Veel tuning heb ik wel een beetje gehoord, maar ik denk dat hij wel toon kan houden. Brahim. Inderdaad, hij kan wel zingen. Je hoort dat hij kan zingen. Dat hij een goede melodie kan bedenken ook. Alleen inderdaad, misschien nog net iets meer focussen op het concept beter benutten.
Maar ik had het ook niet verwacht, want dat is wel een aangename verrassing. Dat wilde ik ook wel zeggen van, ik denk dat wat ik altijd leuk vind, en dat weet Mo van mij ook heel goed, is dat ik hou er heel erg van wanneer één iemand eigenlijk op zichzelf een soort spectrum, een heel spectrum eigenlijk pakt. En dat is doordat bijvoorbeeld het voorkomen van de persoon helemaal niet aansluit op de muziek. Daar fok ik heel erg mee. Ja. Ik hou er ook heel erg van dat als iemand juist wel heel erg thuis is in een bepaald genre, dat diegene dan dus bijvoorbeeld samenwerkt met iemand heel ver buiten dat genre. En ik zou dus ook zeggen, als jij beginnend artiest bent en je bent nog op zoek, als je iets doet wat valt binnen jouw stijl en dat je eigenlijk alles aan jou ook die stijl uitstraalt, ja, dan moet je de beste zijn in die stijl. Ja, ja. In elk ander geval, zeg maar, zou je kunnen zoeken naar iets wat jou complementeert. Dus van, oké, wie ben jij? En dan zoek je iets buiten dat wat er te verwachten valt. En dan kan het ook nog werken. Ja. Maar als je, zeg maar, je ziet er zo uit en je maakt het. Ja. En het is niet zo goed. Nee, precies. Dan houdt het eigenlijk op. Nee, maar ja, exact. Wij zitten hier ook natuurlijk. We hebben zoveel vergelijkingsmateriaal. En wat ik ook hoorde bij de mensen. Een teken aan zijn tijdboom. Dat zingt hij toch? Zijn liefde is een tijdboom. Maar ja, zo gaat het. Ja, zo gaat het. Zo heb ik er ook wel een paar. He? Snap jij wat ik bedoel? Ik heb laatst, zag ik een filmpje van zo'n Insta-dingetje wat voorbij vloog. En in ieder geval was het een muzikant en die werd gevraagd van, wat is originaliteit? En toen zei hij van, originaliteit is als je, zeg maar, zoveel verschillende dingen hebt gehoord en toepast, dat je niet meer weet waar je het vandaan hebt. Ja. En dan op een gegeven moment het zelfvertrouwen hebt dat het ook niet meer uitmaakt. Ja. Maar uiteindelijk, het komt ergens vandaan. Maar als je het op een gegeven moment kunt brengen alsof het van jou is, en het ook niet meer duidelijk is waar het nou waar allemaal het vandaan komt, ja, dan ben je er. Je moet even de nieuwe documentaire van Ed Sheeran op Disney kijken. Is gek? Ja, is echt hard, ik zweer het. Want hij heeft net die rechtszaak gewonnen, toch? Hij zei, het is zo moeilijk, snap je? Want er zijn 4 akkoorden die we kunnen gebruiken. Ja. Was dat tegen Marvin Gaye Stadia, toch? Ja. Marvin Gaye, toch? Mm-hmm. Ja, ja. Ja, wat een vriendin van mij heeft meegeschreven aan die pokoe, man. Amy Walsh, ik had op haar Insta gezien dat ze gewonnen hadden. Zo was het. En serieus, als ik had de pokoe gemaakt en oh shit, het lijkt zoveel op die van Coldplay. Dus hij zei, ik heb dingen gebeld. Weet je, Chris Martin? Mm-hmm. Ja, Chris Martin belde ik. En ik zei van, oh ja, ik heb een liedje. Je weet toch, kan ik het clearen bij je? Snap je wat? Ik wil graag op mijn album zetten. En daar zei Chris Martin, ik weet dat je niet de studio in bent gegaan met de gedachte, oh, ik ga die pokoe. Ja, ja, ja. Snap je? Dus nee, man, ben je gek, doe je ding. Ja. Wat hij zegt, wat is originaliteit? Als je echt een song maakt. Ja, als je invloeden van zoveel plekken zoveel komen, dingen. Dat je niet meer het weet. Het is eigenlijk gewoon ervaring. Ja. Het is eigenlijk gewoon ervaring, waardoor je zoveel, snap je? Ja, je channelt gewoon al die verschillende invloeden. Ja. Oh, wacht, cijfers. Ja, we gaan cijfers moeten geven aan Diemer, man. Onze liefde is een tijdbom. Yo guys, we gaan naar de volgende man en de laatste volgens mij, hè, voor vandaag. Hè? Oh, 15 jaar. 15 jaar inderdaad. Dion, goede naam, komt uit Alphen aan de Rijn. Vroeger maakte hij met zijn neef tunes via FL Studio in zijn eigen gebouwde studio. Bro, je bent 15 jaar, je hebt helemaal nog geen vroeger. Ben je wel, bro. Vroeger bestond FL Studio niet eens. Voor hem is vroeger gewoon toen hij 12 was, jongens. Ja, ik hoor je. Je hebt wel vroeger gehoord, Dion. Hij verzint zelf zijn flows en teksten en die tapet hij allemaal in zijn eigen studio. Vind ik wel sterk. Ze worden wel jonger. Ik kan dat wel waarderen. Ja, man. Sterk, ik ben benieuwd, Dion. Let's go, man. Ik blijf eens nadenken over dat gevoel en jij weet, sta in mijn schoenen, dan weet jij wat ik bedoel. En al die stress die jij me gaf, ik kan niet mee in dat gedoe. Maar was te laat, want feelings kwamen en dat is echt mooi, you get me. Zit in mijn feelings, ze gaan hoger dan de Eiffel. En je weet, ik zit er diep in, dus je weet, ik wil geen twijfel. Dacht dat jij de ware was, totdat ik 2 gezichten zag. Je zei dat je toe van me was, maar baby girl, je schijn bedriegt. Dus kijk maar niet, beter dat ik je van meidje was. Mijn toekomst nu verleden, baby girl, ik heb er spijt. Nu zit je huilen die je kussen, onze tijd die is voorbij. Zit in mijn kamer, locked up en ik vlieg weg in deze vibe, Nu kijk je blij onder je lucht, daar zit een traan en ik weet, het is voorbij, toch wil ik dat je hier nu staat. En baby, je lijkt dichtbij, toch ben jij hier ver vandaan. Ja, jouw praatjes zijn goedkoop, maar toch heb jij een dure smaak. Oh, waarom doe je zo dan? Waarom moet ik wachten, het is zo lang? Ja, maar je begrijpen, kom een keer met mij toch. Ja, je bent de one that I need. Oh, waarom doe je zo dan? Waarom moet ik wachten, het is zo lang? Oh. 15 jaar, hè, jongens, dat wil ik even erbij zeggen. Ja, 15 jaar. Dat was ik al wel snap je? 15 jaar. Ik weet niet of hij zijn eigen producties heeft gemaakt, of dit zijn eigen productie is. Hij neemt wel zichzelf op. Maar hij neemt het zelf op. Snap je? Hij neemt zichzelf op, hij schrijft zijn eigen teksten. Loop, zei hij. Ja. Dus als het zo goed klinkt, bro, je bent 15 jaar. Ja, man. Dan is het wel echt gek. Petje af. Hoor. Talentvol, hoor. Bra. Ik geef deze aan jou, man. Ja, maar goed. Ja, 15 jaar. Het zit sowieso zwaar potentie in. Is dit dan zo'n moment waarop je het jammer vindt dat je niet even gezien hebt hoe hij eruit ziet? Ja, misschien wel. Als je de kans hebt om te laten zien hoe je eruit ziet.
Tenzij je zo lelijk als een nacht bent natuurlijk. Meisje, je bent dan maakt het niet eens uit. Dit is zo geel als een kanarie. Dit is jouw madman, hè? Ja, over goed geschreven gesproken. Ja, je tanden zijn zo geel als een kanarie. Ik ontmoet hier die avond in de discotheek. Ik dacht, het is maar is ik, wat ze ziet zo bleek. Maar dat was in het geval, want ze liep heel vlot naar me toe en zei... Hoi! Doordat de beat er nog niet was, je nog moeilijker kon pinpointen waar de flow, zeg maar wat hij aan het doen was op die beat. Maar dat vond ik eigenlijk boeiender. En toen kwam het refreintje. Je had niet super verwacht dat hij melodieus van het refreintje zou komen, toch? Ja, wel. Want ik denk wel dat hij Drake influence is. Ja, okay. En dat hij, zeg maar, ja, dus die dacht hij zou doorhebben, maar als je zo de naam zit One That I Need, dacht ik, oh, hij gaat sowieso wel zingen. Ja. Ja. Maar het is wel veel tekst om te registreren, hoor. Hij stopt nergens, ja, snap je? Ja. Goed. Ja. Dus ik moet heel maar dat zo... is die, maar dat is die jongboy. Ja, maar het moet wel boeiend blijven, snap je? Ja. Kijk, Seven heeft dat ook wel eens. Ja. Maar het blijft wel boeiend, snap je? Ja, precies. En wat ik altijd zeg, wat ook veel rust brengt, is skip je lidwoorden. Heb je bijna niet eens nodig als je tekst schrijft. Ja. Hij zegt ook vaak, je weet, en je weet, en je weet, en je weet. Dat deed hij? Ja. Een van mijn favoriete quotes van all time is... Ik wilde een kort verhaal vertellen, maar ik had weinig tijd, dus het werd een lang verhaal. Het kost meer tijd om iets kernachtig te vertellen, klopt, dan dat het tijd kost om iets lang te vertellen. Ja. Dit had, zeg maar, met meer zorg, meer kritischer kijken naar wat je hebt gedaan, had je meer kunnen vertellen. Kun je strepen. Ja. Weet je, een andere manier is toen ik ooit studeerde, toen zei een docent van mij ooit tegen mij van een goede scriptie is de scriptie die je hebt gemaakt en daar dan de helft van. Ja. Dat is een goede scriptie. En als met een song kan dat net zo werken, toch? Ja. Dus zeg maar eigenlijk al je goede ideeën en dan je beste ideeën. Ja. Dit was de laatste, jongens. Ja, goede ronde vond ik. Een hele goede ronde. Wie sprong er voor jullie eruit dan? Ja, Dion en Mila Maria. Ja. En wie, wie denk je wie er heeft gewonnen? Ik denk Mila Maria. Ja, gewoon omdat ik weet hoe jong hij is, zou ik hem zeggen. Ja, heb je hem beter beoordeeld? Ja. Hey! Jij bent in ieder geval naar de finale. Maar... Hopen we dat we Dion nu wel te zien krijgen. Ja. Dus weet toch, Dion, als je een nieuwe demo stuurt... Misschien bestaat Dion wel niet. Zo. Is hij AI? Ja, hè? Dat zou jammer zijn. Brad, thanks dat je er was. Ja, man. Waar krijg ik mijn per diems ophalen, Patrick? Checkie. Wat krijg ik? Gouden handdruk. Ferme handdruk. Dank jullie wel, jongens. Het was super gezellig. Jij bedankt. Ik ga iedereen DM'en, dan ga ik ze tekenen bij Universal. Ja, lijkt mij dank je wel. Hey. Hey. Nog één minuut voordat ik stop.